FC Barcelona, een van de meest iconische voetbalclubs ter wereld, staat bekend om zijn mooie voetbal en grote transfers. Sinds de oprichting van de club in 1899 heeft Barcelona enkele van de beste spelers ter wereld aangetrokken. Ja, toch ook wel hun prijzenkast gevuld met talloze trofeeën. In deze video bespreken we de top 10 duurste inkomende transfers in de geschiedenis van FC Barcelona. We beginnen met nummer 10, Ferran Torres. Hij maakte in de zomer van 2021 de overstap van Manchester City naar FC Barcelona. De jonge Spaanse aanvaller kwam voor een bedrag van 55 miljoen over. Werd gezien als een veelbelovende versterking voor de toekomst van de club. Torres brak door bij Valencia voordat hij in 2020 naar Manchester City vertrok. Bij de Engelse club maakte hij indruk met zijn snelheid en techniek en werd hij al snel een belangrijke speler in het team van Pep Guardiola. Hij won in zijn eerste seizoen bij Man City meteen de Premier League en de League Cup. Op de laatste dag van de transferperiode in de zomer van 2022 heeft FC Barcelona Rafinha overgenomen van Leeds United. De Braziliaanse aanvaller maakte de overstap voor een bedrag van 58 miljoen euro. In de zomer van 2020 maakte Pjanic de overstap van Juventus naar FC Barcelona. De Bosnische middenvelder werd voor een bedrag van 60 miljoen euro overgenomen door de Catalaanse club. Pjanic was een belangrijke speler bij Juventus en had al veel ervaring opgebouwd bij topclubs als AS Roma en Olympique Lyon. Bij Barcelona moest hij de vertrokken Rakitic vervangen en het middenveld van de club versterken. Het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat Zlatan Ibrahimovic de overstap maakte van Inter Milan naar FC Barcelona. In de zomer van 2009 werd de Zweedse spits voor een bedrag van 69,5 miljoen euro overgenomen door de Catalaanse club. En hoewel Ibrahimovic in zijn eerste seizoen bij Barcelona belangrijk was met 21 doelpunten in de competitie, had hij toch wel moeilijk om zich aan te passen aan het team en het spel van de club. Hij botste vaak met coach Pep Guardiola en werd uiteindelijk na slechts 1 seizoen verkocht aan AC Milan. De Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong kwam in 2019 naar FC Barcelona van Ajax voor een bedrag van 75 miljoen euro. En hij wordt beschouwd als een van de grootste talenten op het middenveld. Luis Suarez kwam in 2014 naar FC Barcelona van Liverpool voor een bedrag van 81,7 miljoen euro. Hij vormde een dodelijk trio met Messi en Neymar en won onder meer de Champions League. Na 6 seizoenen vertrok hij naar Atletico Madrid. De Braziliaanse superster Neymar kwam in 2013 naar FC Barcelona van Santos voor een bedrag van 88 miljoen. Ja, hij vormde dus dat trio met Messi en Luis Suarez. Maar na 3 seizoenen vertrok hij echt weer naar Paris Saint-Germain voor een bedrag van 222 miljoen euro. De Franse aanvaller Ousmane Dembélé maakte in 2017 de overstap van Borussia Dortmund naar FC Barcelona voor 115 miljoen euro. Hij heeft te maken gehad met blessures en inconsistenties, maar hij heeft nog steeds het potentieel om een topspeler te worden. De andere Franse aanvaller in deze lijst, Griezmann, kwam in 2019 naar FC Barcelona van Atletico Madrid voor een bedrag van 120 miljoen euro. En hoewel hij zijn kwaliteit heeft laten zien, heeft hij niet het niveau bereikt waarvoor hij gekocht is. Nu is hij weer teruggekeerd naar zijn oude club, namelijk Atletico Madrid. Ja, en dan de nummer 1 in deze top 10 lijst is Coutinho. Hij kwam in januari 2018 naar FC Barcelona van Liverpool voor een bedrag van 150 miljoen euro, wat destijds een recordbedrag was voor de club. Hij had aanvankelijk wat problemen om zich aan te passen, maar speelde toch wel een belangrijke rol in het winnen van de Copa del Rey en La Liga in het seizoen van 2018-2019. Hij werd echter uitgeleend aan Bayern München in het seizoen van 2019-2020, maar voetbalde op dit moment voor het team van Aston Villa.